Hoeveel stappen ben jij verwijderd van elke wereldburger dankzij Facebook? Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel. Dankjewel. Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Johan van Leeuwarden. Ik ben wiskundige, werk aan de TU Eindhoven en onderzoek netwerken. En ik ga jullie vanavond echt college geven over netwerken. Maar ik vind het stiekem ook heel erg leuk om zelf te netwerken, om nieuwe contacten te leggen, meer mensen te leren kennen. En speciaal voor deze gelegenheid heb ik visitekaartjes laten maken. Ik zal hem even laten zien. Wie zou graag zo'n visitekaartje van mij willen hebben? Mag ik handen zien? Heel veel mensen, hartstikke fijn. Nou, dat komt goed uit. Onder jullie stoelen vind je een visitekaartje van mij. Dus dat begint goed. Dat begint goed. Maar ik wil ook graag weten wie jullie zijn. Dus wie heeft toevallig visitekaartjes meegenomen? Mag ik daarvoor handen zien? Dat zijn niet zo heel veel mensen. Oké. Het is ook een beetje ouderwets, hè, visitekaartjes uitruilen. Dus ik leg deze weg. Want we kunnen net zo goed bijvoorbeeld LinkedIn gebruiken. Wie heeft een LinkedIn-profiel? Mag ik dat nog even zien? Oh, dat zijn veel meer mensen. Ja, dat is ook meer van deze tijd, hè? Nou moet ik wel bekennen dat ik zelf pas 3 maanden geleden mijn LinkedIn-profiel heb aangemaakt. En dat komt omdat ik wist dat ik dit college ging geven en ik wilde graag over LinkedIn praten. En het zou gek zijn als ik dat zelf niet had. Nou, het is heel makkelijk. Je maakt een profiel aan met je foto, je zegt wie je bent, wat je doet. En vanaf dat moment weten mensen je te vinden. Ze sturen jou een uitnodiging van wil je een connectie met mij opzetten. En ik kan ook mensen uitnodigen. En op die manier bouw je dus een netwerk. En ik ben dus vrij actief geweest, moet ik zeggen, de laatste 3 maanden. En hier is een plaatje van hoe mijn LinkedIn-netwerk er op dit moment uitziet. Het zijn 577 mensen en een heel aantal van jullie zit daar misschien al bij. En ik heb mezelf in het midden geplaatst, maar dat is toeval dat dat iedereen kunnen zijn. Ik ben verwijderd met 1 stap van alle andere punten op deze kaart. We hebben ook een kleine algoritme erop losgelaten om de groepen te herkennen. Dus de kleuren zijn groepen. Ik herken mijn familie en vrienden, collega's aan de TU, collega's in het buitenland. Die groepen die hebben wat meer verbindingen met elkaar dan met de anderen in het netwerk. Maar het is een ongelooflijk mooi, complex plaatje. En dat is alleen maar mijn LinkedIn-netwerk. Dus het feit dat wij verbonden zijn met elkaar, dat is iets wat mensen al heel lang bezighoudt. En nou, mijn LinkedIn-netwerk is hartstikke mooi, maar het gaat om het veel grotere plaatje. En in de vorige eeuw was er een schrijver, Karinthy, een Hongaarse schrijver, die in 1929 een heel mooi citaat gaf. En laat ik dat voorlezen. We zouden iedere persoon van de 1,5 miljard inwoners van de aarde, wie dan ook, waar dan ook, moeten selecteren. Wedden dat er niet meer dan 5 individuen nodig zijn, waarvan de eerste een persoonlijke kennis is, om via kennissen elk individu ter wereld te bereiken. Hij schreef dit in een roman of een kort verhaal dat Schakels heette. En Karinthy had het idee dat in zijn tijd, met 1,5 miljard mensen op aarde, dat die wereld al aan het krimpen was, omdat mensen in contact kwamen met elkaar. Dus iedere 2 individuen op aarde zouden verbonden zijn in 6 stappen. Dus door 5 gemeenschappelijke kennissen. Dat is fascinerend. En dat heeft heel veel mensen bezig gehouden. En zo was het de psycholoog Stanley Milgram in Amerika die een experiment deed. Praten we over jaren 60, jaren 70, vorige eeuw. En wat hij deed is, hij keek naar 2 staten in Amerika, Nebraska en Boston. En stuurde een pakketje naar 100 mensen. En de vraag aan die mensen was, stuur dit pakketje naar een willekeurig iemand in Boston. Maar die kenden ze niet. Je mag het pakketje alleen maar sturen naar iemand die jij kent. Nou, de meeste pakketjes kwamen niet aan, maar een heel aantal kwam wel aan. En de pakketjes die aankwamen, die bereikten de bestemming, die willekeurige persoon, binnen 6 stappen. Dus dat was een klein experiment, statistisch of wiskundig niet heel overtuigend, maar het gaf wel hoop dat die wereld dus daadwerkelijk zo klein was. Nou, we spraken dus over de jaren 60, 70, vorige eeuw. En er was nog geen internet, waren nog geen grote databases. En inmiddels kunnen we veel meer testen. Een heel leuk voorbeeld is een database waarin alle films zitten. En acteurs die in een film hebben gezeten samen, die kennen elkaar. Die hebben als het ware handen geschud. Dus op die manier kun je 2 acteurs invoeren en kijken hoe groot de afstand tussen die 2 acteurs is. Dat hebben wij ook gedaan, speciaal voor vanavond. En we hebben Carice van Houten geselecteerd en Ronald Reagan. Ronald Reagan, voormalig president van Amerika, maar ook acteur. En daar komt het volgende uit. Dat zien we op dit plaatje.
Ronald Reagan in 1941, ver voordat hij president werd, heeft in een film gespeeld met een acteur. De naam ontschiet me even. Maar die acteur heeft weer met Rutger Hauer in een film gespeeld in 1975. En Rutger Hauer heeft met Carice van Houten in een film gespeeld. Dus Carice van Houten en Ronald Reagan, uit een hele andere tijd, zijn in 3 stappen met elkaar verbonden. Dat lijkt heel bijzonder, maar voor de meeste acteurs geldt dat zo. Dus 2 willekeurige acteurs invullen en het blijkt dat er een pad is van 3, 4 of maximaal 6 stappen. Nou, wiskundigen hebben ook zo'n database gemaakt. Dat is heel leuk. Dus als je een artikel schrijft samen, en er zitten hier een paar mensen in de zaal met wie ik een artikel heb geschreven, zie ik, dan hebben wij handen geschud. Dan zijn wij vrienden. En zo kun je dus 2 wiskundigen invoeren en, in die database en je afvragen hoe groot is de afstand. En ik dacht voor vanavond, waarom niet, laat ik eens kijken hoe ver ik van Albert Einstein afsta. Is natuurlijk natuurkundige, maar ook wel een wiskundige. Hij heeft wiskundepapers geschreven. Ingevoerd en dit komt daaruit. We zien dus dat Albert Einstein met Strauss een paper heeft geschreven in 1945. Strauss met Lovats, de wiskundige in het midden, in 1973. Lovats met Jan Draaisma in 2012. En in 2013 Jan Draaisma en ik. Jan Draaisma en ik is Jan hier vanavond. Jan is niet hier, maar wij zijn collega's. We zitten op dezelfde gang. En dat is dus best wel bijzonder. Ik sta maar 4 stappen af van Einstein. En toch is dat ook weer niet zo heel bijzonder, want voor bijna alle wiskundigen geldt dit. En ik zie daar mijn goede collega Jan Draaisma, en die staat slechts 3 stappen van Einstein af. Maar als je alle paren van wiskundigen probeert in die database, dan vind je meestal een pad van 4 of 5 afstand. Nou, terug naar de grote vraag, want dit waren acteurs en wiskundigen. Geldt het nu voor iedere persoon op aarde? Als ik 2 personen pak op aarde, willekeurig, zijn ze dan in 6 stappen of minder met elkaar verbonden? Hoe verbonden zijn wij? Dat fascineerde ook wiskundigen in de vorige eeuw, Erdős en Reini. En zij hadden een heel mooi model, en dat ga ik nu demonstreren aan de hand van knopen hier op de tafel. Dus wat we hier zien zijn 50 knopen, en dat zijn wij. En als wij met elkaar bevriend raken, dan komt er een connectie. Dus dan verbinden we de knopen, die komen gewoon van een kledingjas, met een stukje touw. En ik zal er een paar knopen bijleggen om te demonstreren hoe dat gaat. Dus je pakt ze gewoon willekeurig. Hier ligt nog een knoop en die verbind ik willekeurig met een andere knoop. Ik moet dus eigenlijk mijn ogen dicht doen, maar dat doe ik maar niet. Zo. Het duurt even, ik heb 3 touwtjes klaargelegd. We hadden dus al wat van tevoren gedaan. Deze knoop, die verbind ik daar. En als je goed kijkt naar wat ik hier aan het doen ben, dan zie je niet zo gek veel meer touwtjes dan knopen. Ongeveer evenveel. En wat nu blijkt uit dat wiskundig model, maar ook uit dit experiment hoop ik zo dadelijk, wat nu blijkt is dat je niet heel veel touwtjes nodig hebt, dus verbindingen, vriendschappen, om iedereen aan elkaar vast te laten zitten. Dus nu heb ik dat gedaan. En wat we vervolgens doen is we tillen 1 knoop op in het midden. En bijna iedereen komt mee. Oké, dat is een klein wiskundig experiment of een wiskundig model. We hadden natuurlijk die postpakketjes van Stanley Milgram, maar we willen weten hoe het echt zit. Hoe zit het nu met iedereen op deze aarde? En we kunnen inmiddels een heel groot netwerk analyseren. Het grootste netwerk wat ik ken, wat vriendschappen beschrijft, is Facebook. Wie heeft er hier een Facebook-account? Nog 1 kleine tussenvraag. Bijna iedereen, hè? Inmiddels zitten er 1,5 miljard mensen op Facebook. Dat zijn evenveel mensen als er leefden op aarde in de tijd van Carinthi, toen hij dacht over hoe klein de wereld aan het worden was. Die 1,5 miljard mensen zitten dus in een database en daar kunnen we aan gaan rekenen. Dat is wel een behoorlijke rekenpartij. Wat je moet doen is, je moet iedere paar mensen pakken, dus 1,5 miljard maal 1,5 miljard, dus een groot getal, zoveel mogelijke paren heb je. Je selecteert dat paar en je kijkt of ze verbonden zijn en als ze verbonden zijn, in hoeveel stappen ze verbonden zijn. Nou, dat is behoorlijk rekenwerk, maar dat is ook leuk voor wiskundigen om dat te doen. Maar als je die rekenpartij doet, dan is het eerste wat je constateert, na lange tijd, dat bijna iedereen met elkaar verbonden is. Dus je kunt geruststellen dat 100% van de mensen op Facebook verbonden is. Er is een kleine groep, kleiner dan 1%, die niet verbonden is met die andere grote groep van 99%. Dus dat zit wel goed. Vervolgens moeten we dus kijken hoe het zit met als 2 mensen verbonden zijn. Wat is de afstand? Hoeveel tussen vrienden heb je nodig om van A naar B te komen?
En nog een paar vragen voor jullie. Wie denkt, want we hebben deze berekening gedaan, wie denkt dat die mythe of dat verhaal van 6 stappen waar is als het om Facebook gaat? Oh, de meesten zijn heel hoopvol. Wie durft daar een schepje bovenop te doen? Wie denkt dat het inmiddels 5 stappen zijn? We blijven ongeveer met de helft over. Wie denkt dat het er zelfs 4 zijn? 4 stappen. En dat is een wat kleinere groep. Oké, ik heb eigenlijk wat tromgeroffel nodig nu, want hier komt de onthulling. Maar wat blijkt na al die berekeningen, is dat bijna iedereen, dus zeg maar 100%, binnen 5 stappen verbonden is. Dus niet 6 degrees of separation, zoals het in het Engels heet, maar 5. En sterker nog, 92%, dus ook bijna iedereen, is verbonden in 4 stappen. Dus de wereld is klein en na een lange eeuw vol speculatie, mooie verhalen van Carinthy, het experiment van Stanley Milgram en de wiskundige modellen van Erdős en Reini, kunnen we dus gewoon de berekeningen doen op Facebook. Een gigantisch netwerk en dat bevestigt dat we heel erg dicht bij elkaar staan. Nou, dat is prachtig, maar dat betekent ook dat virussen of informatie zich heel snel kan verspreiden door die netwerken. En hoe dat in elkaar zit, gaan we zien in het volgende college.